Nagenoeg alle DNA-leden zijn het erover eens dat het kiesstelsel gewijzigd moet worden. Met de wijziging moet er namelijk een eind gebracht worden aan de grote ongelijkheid en onrechtvaardigheid binnen dit kiesstelsel. Volgens het DNA-lid Aziz Kumar Gayadin heeft zijn partij gelijk na de laatste verkiezing van 2015 aangegeven te zullen werken aan de wijziging van het kiesstelsel. Hij geeft een voorbeeld van deze onrechtvaardigheid. We zagen dat er, laten we zeggen, twee partijen, twee politieke organisaties, in dit geval de NDP en in dat andere geval V7, niet ver uit elkaar aantal stemmen verworven hebben. De ene, als ik me niet vergis, rond 118, de andere rond 98.000. Dichtbij 100.000. En als we kijken, zou dat moeten inhouden een verschil van bijna 10%. En, maar als je kijkt naar de zetelverdeling, dan zag je een hemelsgroot zetelverdeling. En dat maakte dat de roep naar een meer rechtvaardig systeem steeds groter en groter en groter werd. Gayadin gaf verder aan dat wanneer er wordt gesproken over integrale wijziging, de commissie onder leiding van Jules Weidenbos een indeling heeft gemaakt van de termijnen van de wijzigingen. De VHP had echter graag gezien dat deze wijzigingen niet nu in behandeling genomen moesten worden, maar enkele jaren daarvoor. Maar wanneer we praten over integrale wijziging en zoals de commissie dat ook heeft gepresenteerd in haar rapport, en dan bedoel ik de commissie van commissie Weidenbos, laat me het zo uitdrukken, voor de makkelijkheid, dan zien we dat zij ervan uit zijn gegaan dat vanwege het traject dat afgelegd is geworden, dat er een indeling is gemaakt van korte termijn, middellange termijn en lange termijn wijzigingen. Voorzitter, en daarom is het goed wanneer wij hier drie wetten krijgen, opgestuurd krijgen vanuit de regering, en aan ten grondslag heeft gelegen, laten we zeggen, de discussies, de maatschappelijke discussies die gevoerd zijn met politieke partijen en andere actoren, als opgenomen in het rapport, dan zou het goed zijn dat wij vanuit de regering, zoals ook de voorzitter van de commissie hier in het parlement, net gevraagd heeft, dat we verwacht zouden hebben dat vanuit de regering één wetsvoorstel ingediend zou worden. Volgens Gayadin kijkt zijn partij uit naar het antwoord waarom de verschillende zaken niet in een wetsvoorstel zijn opgenomen. Er moet een traject aangegeven worden waardoor het niet erop zal lijken dat het parlement werkt aan gelegenheidswetgeving. De openbare commissievergadering over deze drie wetswijzigingen die vandaag voortgezet zou worden is verdaagd naar maandag 28 januari.